Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.468 wil je altijd en overal al als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 smiddags 37 vanmiddag trapt Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena om 14:30 smiddags af tegen SC Heerenveen, er zijn. 8 voor 2 smiddags 11 een prachtig affiche vanmiddag in de Galgenwaard FC Utrecht ontvangt daar om 14:30 smiddags concurrent. 10 over 14:30 smiddags 4 zojuist werd bekend dat Erik ten Hag vanmiddag de voorkeur aan Rasmus Christensen geeft als. 2 smiddags 48 a kleiner dan span groter dan XEL Witsel en Yannick Carrasco spelen al in China en Marouane Fellaini kan er ook tekenen. Er 5 voor 14:30 smiddags 6 in de 13e minuut bij Fiorentina Benevento werd het duel al kort stilgelegd voor 1. 12 over 1 smiddags 0 dankzij de 2-3 zege op bezoek bij VVV Venlo is Excelsior officieel veilig in de strijd tegen. 10 over 1 smiddags 65 om 14:30 smiddags trappen Ajax en SC Heerenveen tegen elkaar af in de Johan Cruijff Arena, de. 8 over 1 smiddags 342 Fiorentina komt vanmiddag voor het eerst sinds het overlijden van Davide Astori weer in actie. 2 voor 1 smiddags 0 clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International heeft zich op Fox Sports erg kritisch uitgelaten. 8 voor 1 middags 55 voormalig PSV-speler Jan Poortvliet is verbaasd na de 5-0 nederlaag bij Willem II. Hij noemt het 1-9 voor 1 middags 78 Ben Rienstra wordt dit seizoen door Willem II gehuurd van AZ in Tilburg doet de middenvelder het. 12 over 14:30 middags 19 voorafgaand het belangrijke duel met PEC Zwolle kwamen de fans van FC Groningen met een fraaie. 4 over 14:30 middags 0 Mikael Rosheuvel had gisteren de cruciale gelijkmaker op zijn voet in de degradatiekraker tegen. 3 over 14:30 middags 34 FC Groningen ontvangt vanmiddag PEC Zwolle. Opvallend is dat spits Lars Veldwijk wederom niet in de. 1 voor 14:30 middags 56 PSV verloor gisteren verrassend met 5-0 van Willem II, waar VVV met 2-3 werd verslagen door. 7 voor 14:30 middags 90 kleiner dan DIV groter dan Sparta Rotterdam leek al afgeschreven na een moeizame reeks, maar na de tweede overwinning op. 23 op 51.136 kleiner dan DIV groter dan PSV stond dit seizoen te boek als stabiel, maar op bezoek bij Willem II zakte de koploper. 23 op 43.218 kleiner dan DIV groter dan Excelsior zal door menigeen op een degradatieplek zijn gezet omwille van de financiële. 11:30 s'nachts 30 kleiner dan DIV groter dan Ben Rienstra pikt regelmatig zijn doelpuntje mee bij Willem II, maar ook de aanvoerder kon zijn. 6 voor 11:30 s'nachts 77 kleiner dan DIV groter dan Marco van Ginkel is na de 5-0 nederlaag bij Willem II zeer teleurgesteld. Volgens de 10 over 11 s'avonds 58 kleiner dan DIV groter dan Danny Makkely heeft zaterdagavond toelichting gegeven na de rode kaart voor ADO Den. 3 over 11 s'avonds 285 kleiner dan DIV groter dan Reinier Robben Mond kan nu al niet meer stuk als interim trainer van Willem II. Zijn ploeg won 6 voor 11 s'avonds 63 Roda JC Kerkrade zakt steeds per in de problemen. De Limburgers kregen zaterdagavond bij een 0-2. 22 op 40.225 kleiner dan DIV groter dan FC Barcelona heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen, winnen bij Malaga. Ook zonder dit 9 over 10:30 s'avonds 36 kleiner dan DIV groter dan in de strijd om lijfsbehoud lijkt Roda JC Kerkrade een zeker eredivisie vervolg te kunnen. 5 over 10:30 s'avonds 43 kleiner dan DIV groter dan PSV trainer Philip Cocu heeft besloten om de 5-0 nederlaag bij Willem II om te zetten in 1. 10:30 s'avonds 14:13 kleiner dan DIV groter dan PSV had zaterdagavond een gat van 13 punten kunnen slaan, maar op bezoek bij Willem II. 22 op 22.238 kleiner dan DIV groter dan PSV is dit seizoen geroemd om de stabiliteit, maar op bezoek bij Willem II ging het. 22 op 14.112 kleiner dan DIV groter dan ADO Den Haag is na de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda zeer teleurgesteld in Danny Makkely, de. 6 over 10 s'avonds 308 kleiner dan DIV groter dan Willem II heeft zaterdagavond indruk gemaakt door met 5-0 te winnen van koploper PSV. Euforie 21 op 55.178.